Bewegingen. Hoe kun je die opnemen? Daar zat ik mee met een NLT-module Sportfysica. Bewegingsanalyse. Hoe doe je dat? Daar heb ik het een en ander voor geschreven. Hoe gaat het in zijn werk? We starten met coach. Even een filmpje gemaakt. Met Toa, die wou graag springen, dus dat heb ik maar even gedaan. Ik heb 3 fietslampjes van ontzettend goedkoop merk genomen. Eentje op het enkel, eentje op de knie en eentje op de heup. Ik heb het videometer allemaal ingeschakeld. Ik heb per beeldje 3 meetpunten. Ik heb ze ook meteen een goede naam gegeven, zodat ik ze later kan herkennen. En natuurlijk een mooie schaalverdeling. Die lichtjes zijn ideaal, want dan kun je ze namelijk automatisch laten traceren. Dan hoef je dus niet iedere keer de punten te doen. Ik heb ook meteen een tabel aangemaakt voor de tijd en voor ieder punt de X en de Y. Dus daar wordt zo meteen rechtstreeks gevuld. Goed, dit heb ik dus eventjes gestart. Ja, eventjes gestart. Ja, even op klik. Zo. Ja, nou, zie je inderdaad. Ik heb hem opgenomen met een hoogsnelheidscamera. Ik geloof dat ik een 300 beeldjes per seconde heb gedaan. Dus niet super veel, maar toch wel eventjes mooi. Ja, je ziet dat met mijn... Kijk hier, alle beeldjes worden automatisch getraceerd. Dat is ideaal met die lichtjes. En de tabel wordt natuurlijk ook hier meteen automatisch gevuld. Zo, en de beweging is bijna afgelopen. En weer rechtop staan. Oké, prima. Klaar is het. Goed, dan hebben we dat gehad. Even de video wegklikken. En dan zie je dus hier al die gegevens. En die gegevens die ga ik nu exporteren. Ja, even exporteren. En ga hem naar het tekstbestand exporteren. Dit kun je allemaal als standaard aan laten staan. Oké. En ik zet hem eventjes in. Ik heb eventjes een mapje aangemaakt in. Even kijken, oh, mijn documenten. Daar ja. Doe maar. Zo, en kijk daarboven naar school. En let op, ik moet natuurlijk een naam geven. Bewegingsanalyse. Doe maar. En let op, niet .txt, maar ik doe .csv. Dan wordt een CSV-bestand. Opslaan. En nu is het als een CSV-bestand opgeslagen. En die kan ik dan weer opstarten met gewoon Excel. Dus, ja, dit is het CSV-bestand. En dat heb ik gewoon opgestart met Excel. En dan zie je dus inderdaad dat de tijd er weer is en alle gegevens. Dit is een CSV-bestand. Die hoef je op zich niet te openen. Ik heb een Excel-bestand aangemaakt met diverse macro's erin. Bewegingsanalyse.xlsm. Die M staat voor macro. En als je die opstart, dan krijg je deze omgeving. Nog redelijk leeg. Ja, je hebt daar een opstartmenu en pas als je die gaat sluiten, dan kun je echt in het spreadsheet zelf dingen veranderen. Maar op zich is het niet nodig natuurlijk, je moet gewoon het menu hebben. Maar het menu is dus inderdaad standaard. Goed, vul mijn data. Dan kom ik weer in mijn... Kijk, daar hebben we bewegingsanalyse, die kies ik. Oké. En dan worden dus alle gegevens worden ingelezen. Het duurt eventjes, maar kijk, daar heb ik het. 3. Oh, kijk, daar staat nog niks. Goed, eerst even kijken wat er gebeurt. Ja, ik open, kijk, en dan zie je, je hebt de knie. En ja, alles wat ik dus zo net gefilmd heb, dat kan ik ook hier zien. Nou, wat kan ik hiermee doen? Ik kan verschillende dingen aanwijzen. Bijvoorbeeld, ik wil de hoek weten. De hoek van de knie. En dan zie je dus dat in de... Even kijken. Zo, ja. Kijk daar. Aan de rechterkant zie je dus hoe de hoek verschijnt. En dat hele kleine puntje is dus de hoek op dat moment. Ja, en hoppakee. Ja, op dit moment gaat de hoek een beetje. Je kunt ook per tijdstappen doen. De hoek zelf staat daar nog gegeven. En natuurlijk staat er ook de tijd gegeven. Dus je kunt hier op eenvoudige wijze precies bepalen welke hoek de knie maakt.
Je kunt ook nog een tweede grafiek erbij doen. Moet je wel een beetje mee oppassen. Bijvoorbeeld, kijk, oh, deze is wel leuk natuurlijk, de hoeksnelheid. Die kan er ook nog bij. Je zit wel een beetje met de schaal, dus, want je hebt twee grafieken in één en hetzelfde assenstelsel. En als je dus bijvoorbeeld hier de enkele positie verticaal, ja, dan zie je eigenlijk nauwelijks, omdat die schaal gewoon veel te klein is. En dan moet je eigenlijk, ja, als je dus inderdaad daar hier op geen klik, zie je, dan zie je een veel mooier grafiekje. Dus alleen de schaalverdeling is natuurlijk wat dat betreft, daar moet je een beetje om denken. Als ik hier even kijk, kijk knie, zie je, dan zie je inderdaad dat de enkel en de knie, ja, prachtig, allemaal bij elkaar. Goed, en ook hier weer, de grafieken worden keurig gevolgd. Dat, oké. Nou, je kunt van alles en nog wat. Maar je ziet wel, er zijn behoorlijk wat veel dingen, hè? Enkel, het zijn 5 verschillende posities. En dat kan te veel wezen. Dus daarom heb ik instelling gemaakt. Kijk, dat lukt niet, hè? Je moet eerst het menu sluiten. Zo. En nu kun je in Excel zelf bezig. Instellingen. En dan zie je dus hier diverse instellingen. Ik heb er ook een klein stukje bij geschreven. En je kunt hier aanwijzen dus wat je wel of niet allemaal wilt hebben in je keuzelijst. Nou, ik zet eventjes diverse zaken eventjes op nee. Dat je dus alleen maar de verticale positie hebt en de hoeksnelheden vind ik wel leuk. Je kunt trouwens ook aangeven of je de enkel, knie of heup nog wilt hebben. Ja, maar die laat ik maar gewoon staan. Tweede keuzelijst, wel of niet zichtbaar. Je kunt dus alles een beetje beperkt houden. Goed, menu weer openen. En je zult nu zien dus dat het keuzemenu, ja, doe maar, klik, goed zo. Ja, een stuk beperkter is en dat is soms wel eens een wat overzichtelijker. Dat. Goed, dat is het eerste deel. Oh ja, natuurlijk. Het tweede keuzemenu is natuurlijk ook overzichtelijker. Dan heb ik hier nog het scharnierpunt. Ja, ik heb hier natuurlijk maar één scharnierpunt. Alleen maar de knie. Dat kan worden veranderd doordat je meerdere hebt. Nou, heb je hier nog 90 graden. Dat geeft aan van, hey, wat is nu precies 90 graden? Als je daarop klikt, dan wordt er een hoek gedaan. En die hoek, die moet 90 zijn. Dus dan kun je met die cursortoetsen kun je hem een beetje aanpassen. Oh, ik moet de andere kant op. Dus, en je ziet dus, dan kun je schaal aanpassen. Zodat je inderdaad een beetje een fatsoenlijke hoek krijgt van 90 graden. Dan kun je het een beetje realistischer doen. En als het goed is, klik je weer op 90. En dan kom je dus, en dan weet je zeker dat de hoek die je hier toont ook een beetje overeenkomt met de hoek die zichtbaar is. Nou goed, ik kom hier niet precies op 90 uit met mijn, de touwen die ging niet zo ver door de knieën, om zo te zeggen. Goed, we gaan eventjes kijken. Oké, sluit maar eventjes. Dat kan natuurlijk niet, want ja, je moet eerst menu sluiten, zo, en pas dan kun je het Excel bestand sluiten. En wil je opslaan wat je hebt gedaan, instelling zo, dan moet je opslaan en anders zeg je van oké, niet opslaan, en dat doe ik eventjes. Goed, we gaan even verder, want ik wil nog even laten zien dat je ook met meerdere punten kunt werken. Daarvoor heb ik even een CSV even wat aangepast, gewoon even een extra kolommetje erbij, en dan zie je dus inderdaad 4 punten. Ja, ik heb even extra dummy punten bij gemaakt, die heb ik genoemd. Ik geloof schouder of zoiets. Maar je ziet dus inderdaad dat je nu als scharnierpunt een tweede mogelijkheid hebt. En als je dan dus hoek krijgt, dan krijg je dus de hoek die de heup krijgt. En als je dus verandert naar knie, dan zie je dus inderdaad dat de hoek ook weer verandert. Dus je kunt meerdere punten in één grafiek hebben. Je hoeft niet beperken tot maar 3 punten. Wat dat betreft is het redelijk flexibel. Zo, ja, en alles gaat weer keurig zoals het moet. Nu kun je denken van ja, hoho, 4 punten, maar als je naar coach kijkt, kijk hier coach, dan heb ik hier toch, als ik die kolommen kies, heb ik maar maximaal 8 kolommen. Maar dat is op zich geen probleem, want wat ga je dan doen? Je maakt eerst deze tabel aan en daarna maak je een nieuwe tabel aan. En dan doe je dus voor andere kolommen, de andere punten, je exporteert
iedere tabel apart naar CSV toe. En die kun je daarna gewoon in Excel samenvoegen, zodat je dus toch weer meerdere kolommen krijgt. Ideaal, althans, dat vind ik. Maar nu. Maar voor wat hoort wat. Voor mij de avond die ik eraan kwijt ben geweest. Voor jullie de weesanalyse. Maar ik zou leuk wezen als ik er toch iets ludieks voor terugkrijg. Nou ben ik dol op chocolade. Maar je moet natuurlijk wel een beetje om je lijn denken. Dus ik dacht eerder aan iets wat sportievers. En nu verwacht ik niet dat je meteen zo'n mooie korfbal schenkt. Want zo'n ding is gauw 50 tot 70 euro waard. Nee, het gaat om het volgende. Ik ben lid van LJDK en wij zijn op zoek naar nieuwe velden. En die nieuwe velden, ja, dat kost wel een aardig wat. Maar we zijn de sponsoractie aan het doen. En voor 5 euro kunt u mij sponsoren. Voor 5 euro kunt u een virtuele bal voor mij aanschaffen. 1, 2, ach. Ik bedoel, het zou leuk wezen natuurlijk, maar met 1 ben ik al dik tevreden hoor. En dan word ik ook nog een beetje aangekleed, want per 5 ballen krijg ik weer een kledingstuk toegereikt. Dus, wat zegt, klik op onderstaande link voor mijn sponsorpagina. En dan kunt u mij dus sponsoren. Maar, wat ik zo net zei, voor wat hoort wat. Dus, u moet wel natuurlijk mijn bewegingsanalyse kunnen krijgen. En daarvoor heb ik uw mailadres nodig. Oftewel, mail mij eventjes de naam. En dan zorg ik ervoor dat jullie bewegingsanalyse van mij krijgen. Dus, mail naar fkorstra@gmail.com en natuurlijk ga ook eventjes naar deze link toe natuurlijk. 1 bal voor mij en 1 bewegingsanalyse voor jullie. Ik zou zeggen hartstikke bedankt en wellicht tot ziens of tot horens.